Hallo allemaal, de vakantie is bijna gedaan. Dat wil zeggen dat 1 september heel dichtbij komen. Normaal gezien hadden we een open klasdag, die mag helaas niet doorgaan. Maar ik ga mijn best doen om jullie zo goed mogelijk de uitleg te geven over de werking in het 4e leerjaar. Een nieuwe start, een nieuw verhaal. Nou, jullie komen naar 4b en het klasthema is, je kan het al raden denk ik, jungle. In het 4e leerjaar zijn we met 3 juf. Juf Sophie in 4a, juf Sarah staat daar op woensdag en ikzelf sta een hele week in 4b bij jullie dus. Ik ga jullie een beetje algemene info geven over de uurverdeling, 10 uurtje en een 4 uurtje, de verjaardagen, de vakken en het huiswerk. Uurverdeling is nieuw dit schooljaar. We werken met blokken van 2 lesuren, een speeltijd, terug 2 lesuren, een middag, 1 blok, terug een speeltijd en een laatste blok. Dat wil zeggen dat er dit jaar een namiddagspeeltijd is bijgekomen. Tussendoortjes wil zeggen dat we een 10-uurtje hebben en een 4-uurtje. Een 10-uurtje moet altijd fruit zijn in een fruitdoosje. Een 4-uurtje mag een koekje zijn in een koekendoosje, niet in een papiertje. Drinkbus met water erin en heel goed de naam erop, want er gaan er altijd heel veel kwijt. Wat mag er zeker niet? Ik had het al gezegd, papieren verpakkingen. Koeken met chocolade en plastieke flesjes met water, want die gaan verloren. Verjaardagen die worden uiteraard gevierd in de klas, maar met de corona moeten het dingen zijn die gemakkelijk kunnen verdeeld worden en die verpakt zijn. Dit moet 2 dagen op voorhand meegegeven worden, want dan moeten die in quarantaine. Geen snoep en chocolade, maar dat wisten jullie al wel. We gaan eens kijken naar de vakken in het 4e leerjaar. We hebben taal. Een nieuwe methode, taalkanjers, 5 werkboeken, telkens 2 thema's in een werkboek, dus 10 thema's in totaal, 2 tekstboeken, ongeveer 5 lessen per week, 2 herhalingslessen, een huiswerk ter voorbereiding van de grote toets en een toets die inhoudt van kennis, begrijpend lezen en al soms ook eens luisteren. Spelling, ook een nieuwe methode, taalkanjers, als ook 5 werkboeken met telkens 2 thema's. We gaan 4 lessen per week doen, 3 lessen leerstof, 1 herhalingsles en op het einde van een week een dictée van de 3 lessen die we gezien hebben. En er is ook een huiswerk die voorbereidt op het dictée. WO, methode wereldkanjers, 8 thema's, boekjes. In het thema bevindt zich een activiteit Train je brein die zich voorbereidt op de toets. Op het einde van een boekje bevindt zich een ruime woordenschat met uitleg van moeilijke woorden. En in het werkboekje is ook een icoontje dat aangeeft dat het belangrijke leerstof is om te studeren. Dus er wordt niet gewerkt met studiewijzers, maar een klein icoontje dat aanduidt dat je dat moet leren voor de toets. Frans, nieuw voor jullie dit schooljaar, een initiatie van 25 minuten, dus niet zoveel, aan de hand van een klein werkboekje. Wat gaan we allemaal leren? Je gaat iemand leren begroeten, je gaat vragen hoe het gaat, je gaat afscheid leren nemen, je gaat zeggen hoe je je voelt, je gaat de voeding kunnen benoemen, de dieren, de kledij, verplaatsingen, lichaamsdelen, feesten, kleuren. Heel veel dus. Wiskunde blijft rekenbaar. Nieuw voor jullie is dat we tot 100.000 gaan rekenen en de commagetallen. Wat gaan we herhalen en verder zetten? Cijferen en breuken. Op het einde van elke blok is een bloktoets, dat wisten jullie ook al. En wij gaan met het drie-spoorbeleid verder in groepen. Kinderen die werken zonder instructie, kinderen met een normale, gewone instructie en kinderen die nog extra instructie nodig hebben. Godsdienst, de methode, tuin van heden, 3 lesuren per week, verschillende thema's. Op maandagochtend starten we wekelijks met een gebed. Dit wordt gedaan door de kinderen en weten ze op voorhand wanneer ze een gebed moeten meebrengen. Schrift, nieuwe handleiding, dat wil zeggen nieuwe hoofdletters. We gaan daar heel goed op oefenen. Ze krijgen ook een bundeltje waarin de nieuwe hoofdletters heel duidelijk staan. 25 minuten per week. Thematische namiddagen, op maandag, dinsdag en donderdag, nieuw dit schooljaar, wil zeggen dat MUVO en WO worden geïntegreerd in de namiddagen binnen een bepaald thema. Dat zijn projecten van langere perioden en ze gaan daar werken in groepjes en hele leuke dingen doen. Lichamelijke opvoeding. Ze hebben op dinsdag turnen. Dus dat wil zeggen op 1 september ook al.
En op vrijdagnamiddag gaan wij zwemmen tot en met december, want vanaf januari krijgen ze een extra turnenuur. Wat ze nodig hebben voor het turnen en het zwemmen, weten jullie ondertussen al wel en kan je hier nog eens nalezen. Het huiswerk in het vierde leerjaar gaan we proberen een vast stramien in te krijgen. Voor wiskunde krijgen ze wekelijks een rekenreeks op maandag die ze tegen vrijdag moeten afgeven. In de eerste en de tweede week krijgen ze voorspellingen op maandag, woordjes die ze moeten uitknippen en in een doosje bewaren. En die woordjes worden op het einde van de week een dicté van gedaan. Dus daar kunnen ze dagelijks voor oefenen. Wij gaan daar niet achter zitten. Dat is eigenlijk een beetje een vrije oefening voor de leerlingen. Maar ze weten dat het op vrijdag dicté gaat zijn. Op donderdag krijgen ze een taak mee die zich voorbereidt op het dicté. De derde week is het oefenen voor de toetsen van taal en voor de toets van spelling. Actualiteit. Elke maandagochtend besteden wij tijd aan de actuele van de voorbije week. We kijken de week van Karrewiet. En zijn er ook twee leerlingen die de actualiteit van de voorbije week gaan bespreken aan de hand van een document. Dit zal nog wel duidelijk worden. En dit weten ze ook op voorhand. Dan gaan we een kijkje nemen in de klas. Ze kunnen individueel beloond worden in de klas aan de hand van een symbooltje. Kunnen ze de hele dag verschuiven. Ze kunnen supergoed bezig zijn, goed bezig, kan beter of niet goed bezig. Je ziet hier heel duidelijk, ze krijgen allemaal een diertje. Dit diertje kan omhoog schuiven, maar kan ook omlaag schuiven. Dagelijks zal dit zichtbaar worden in de agenda met een stempel. Die stempel heeft de vierzelfde symbolen. En dan duid ik aan welk symbooltje het was vandaag, zodat jullie ook op de hoogte zijn. Klassikale beloning, als ze goed werken, klassikaal en in groep, mogen ze aan het rad draaien en elk nummertje komt overeen met een tussendoortje, een klein spelletje. Enkele sfeerfoto's van in de klas. Er gaat altijd heel duidelijk te zien zijn wat we gaan doen in de dag, de klasregels en natuurlijk het takenbord met hun diertje als symbool. De leeshoek, waar ze kunnen vertoeven als het leeskwartier is. Heel fijn, heel gezellig. En dan zien jullie hier in het groot, jullie klasdiertje. Kijk al maar eens goed welk diertje je bent. De jungle is helemaal klaar voor om jullie te ontvangen. De juf ook natuurlijk. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. En dan zie ik jullie heel graag allemaal op 1 september. Tot dan. Dag.